Yo, what's up mensen, iReleased AI hier en vandaag alweer episode nummer 2 van de Pokémon Fire Red Road to be a Master. En mijn naam is Dylan, beter bekend voor jullie als iReleased AI. En vandaag gaan we gewoon verder met ons Pokémon avontuur. Ik ben nu in, ja, volgens mij Viridian City. En we gaan gewoon verder met ons Pokémon avontuur. Hiermee ga ik meteen beginnen met de vraag voor jullie. Vinden jullie dat ik de game in de normale snelheid moet spelen, oftewel deze snelheid? Of dat ik moet spelen in een super versnelde versie, dat het gewoon het verhaal wat sneller gaat. Het gaat wel allemaal wat sneller en dan duren de episodes wat langer. Nou, net zo lang, maar dan kom je gewoon verder per episode. Dus de keuzes zijn jullie en dan gaan we kijken wat we gaan doen. De vorige episode is leuk ontvangen, dank jullie wel mensen. Ik vind het geweldig dat jullie voor mij reageren, want ik vind Pokémon nog steeds, zoals ik vorige keer al zei, gewoon super geweldig. En jullie zien het, mijn Nalite, mijn Charmander, genaamd Nalite, is level 8. En ja, niemand heeft gereageerd nog waarom hij zo heet. Dus mensen reageren nog even waarom hij heet Nalite. En ja, we gaan gewoon kijken hoe en wat. En als jullie het raden, vinden jullie een prijs? En dat betekent gewoon een prijs. Nou ja, ik vertel gewoon, mag jij de volgende Pokémon naam verzinnen? Dus dan weet je in ieder geval zeker van wat voor naam jij hebt verzonnen voor de volgende Pokémon. Ah, ik heb een Pidgey gevangen. Mijn Pidgey. Wil je een nickname geven aan Pidgey? Ja, natuurlijk. Ik wil mijn Pidgey graag Fly noemen. Fly. Waarom Fly? Omdat ik Pidgey alleen maar ga gebruiken. Pidget uiteindelijk alleen maar voor de, ja, voor de move Fly. En Fly is gewoon de vliegmove. Dus daarom. Oké, goed. Hoppa. Alright, we gaan door naar het volgende. Ja, voor de mensen eigenlijk die het niet kennen, Pokémon. Hoe gaat het spel eigenlijk in zijn werking? De bedoeling is om 8 badges te halen en dan uiteindelijk de Pokémon League te winnen. En ja, als je het gewonnen hebt, dan heb je eigenlijk het spel bijna uitgespeeld. Je kan nog heel veel andere dingen doen en heel veel leuke dingen, maar dat ga ik eigenlijk niet doen. Ik wil gewoon naar de Pokémon League verslaan en gewoon de kampioen worden. Oftewel de champion, de Road to be a Master. En dan heb ik eigenlijk mijn taak voltooid. Ondertussen, hoe moet je er komen? Je moet gewoon de weg volgen en badges, zoals ik zeg, badges halen. Maar dat haal je niet zomaar. Je moet trainers verslaan, dus de badges, de trainers verslaan en de badges halen. En daarvoor moet je je Pokémon ook trainen. Zoals je ziet, heeft elke Pokémon, ik zal het even laten zien, we gaan nu in battle met een Bugcatcher. Kom op, Bugcatcher, Rick. Yo, Rickert. Die heeft een Weedle. Die moet je natuurlijk verslaan, zoals je hier ziet. Koning Nalite. Hier zie je dat. En dan, als je ze verslaat, gaan ze level op. Zoals je ziet, mijn naam, wie heeft mijn Nalite, dat het een mannetje is. En dan zie je level 8. En zo moet je zeg maar echt steeds hoger komen, steeds hoger komen. En sommige Pokémon kunnen evolueren in een mooiere, stoerdere, sterkere, grotere Pokémon. En dat, ja, dat heeft gewoon evolutie. En dat heb je nodig om zeg maar steeds hoger te komen en steeds sterker te worden om zo de badges te halen. Want badges, de gymleaders, zo'n gym heet dat, die hebben een badge. Die zijn sterker dan de normale trainers. Dus dat is dus de bedoeling om zo sterk mogelijk naartoe te gaan. Yeah, level 9! Nou, Bugcatcher verslagen. En zo moet je dus eigenlijk steeds beter worden, steeds sterker worden. Ook leuk is natuurlijk om allemaal verschillende soorten Pokémon te hebben. Zoals elke Pokémon heeft dus een type. Zoals nu vecht ik tegen een type Bug en mijn type is dus vuur. Ja, en eigenlijk is Pokémon zo, ik vind Pokémon zo slim doordacht door degene die het gemaakt heeft. Door deze Japanse dude. Waarom eigenlijk? Want alles heeft een weakness en alles heeft dus een sterkte. Zoals bijvoorbeeld, ja, heel simpel nadenkt. Je hebt gras, Pokémon en ja... Dat is een steen Pokémon, gras Pokémon, water Pokémon en zodoende. En als je goed nadenkt, vuur verbrandt gras, dus eigenlijk... Yeah, ik heb een Caterpie gevangen! En ja... zoals jullie weten, dus vuur verbrandt dus gras. En daarom doet het ook, als je een vuuraanval gebruikt op gras Pokémon, doet het heel veel damage. Hoe ga ik mijn Caterpie noemen? Ik noem hem... Psycho. Psycho. In ieder geval, dus ja, dus zo is het eigenlijk Pokémon zo ziek doordacht gewoon. En zo kan je zoveel leuke verschillende soorten Pokémon vangen. En daarom maakt Pokémon zo leuk om te spelen ook. Als ik jullie was, zou ik ook, als je nooit gespeeld hebt, dat zou kunnen. Dan zou ik echt spelen, want ik heb ook al gehoord, dat vind ik heel raar. Volgens mij heeft iedereen wel Pokémon gespeeld die dit kijkt. Maar ik vond het ook heel vreemd te horen. Bijvoorbeeld gisteren zat ik in een gesprek met iemand die zei dat hij gewoon nooit Pokémon gekeken had. Ja, als mensen tegen me zeggen, wat heb jij een kutjeugd gehad zeg. Maar, sorry als jullie niet gezien hebben. Maar, sommige mensen hebben inderdaad gewoon geen Pokémon gekeken. Want het mocht misschien niet van hun ouders. Hun ouders vonden misschien te gewelddadig. Sommige mensen hadden gewoon geen tv. Of kregen geen Game Boy natuurlijk voor kerst. Dat soort dingen heb je allemaal kunnen gebeuren. Het zou allemaal kunnen gebeuren. En het is gewoon heel vervelend voor je als dat gebeurd is. Want Pokémon, het is echt serieus super vet. Als ik jullie was, als je nooit gespeeld hebt. Download even Visual Boy Advance. Daar speel ik nu ook op. En dan download je een Pokémon Fire Red. Leaf Green, Crystal. Allemaal verschillende soorten. Gewoon downloaden, gewoon spelen, want Pokémon is gewoon de shit. En dat weten jullie ook wel als je het, ja, als je het gekend hebt, als je het kent. Alleen de nieuwere versies worden steeds slechter en slechter. Ik ben nog steeds van de old school gewoon. Pokémon, de allereerste versies, de eerste Pokémon, de eerste 150 zijn gewoon de vettere Pokémon's. Dus ja, ik zou vooral die uitproberen.
Ik ga nu even laten zien hoe het is om op sterrere modus te spelen voor jullie. Dan mogen jullie kiezen wat jullie leuk vinden. Want dit is de sterrere modus. En dan zie je wat. En ik weet een racecar. Alles gaat 10 keer zo snel. Weet je. Zoals vuur en zo. Up. Alles gaat gewoon 100 keer zo snel. Eigenlijk zal ik een. Oh, kwaad. Ik dacht, we gaan met hem praten. Maar zoals is niet. Nu ga je zien hoe een battle eruit ziet. Net als een battle duurde ongeveer. Een half minuut / minuut. En nu duurt een battle ongeveer. Nou ja, even kijken. Ongeveer 20 seconden, denk ik. Aangezien ik een vuur-Pokémon ben tegen allemaal insecten-Pokémon. Dat is heel oneerlijk, natuurlijk. Maar. Zo snel gaan die battles dan nu. Dit is eigenlijk de versnelde modus. Ik ben al bijna weer bij Brock. En. Het is al bijna op 6 minuten. Bedoel ik, zo snel gaat een episode. Ik denk, ik heb heel weinig gedaan in deze episode. Maar het gaat gewoon zo traag, het Pokémon in de echte tijd. Dus. De keuze aan jullie. Zal ik spelen op versneld? Of zal ik spelen op gewoon normaal tempo? Dat is de keuze allemaal aan jullie. En ja, we gaan het gewoon wel zien wat jullie willen. Want ik vind het zelf chiller om op snel te spelen. Maar de keuze blijft, zoals ik zeg, bij jullie. Nou, we praten deze dude. En de oude vent. Nein. Oké, goed. Nou, dan ga ik eigenlijk nog even naar de Pokémon Center. Voor degene die niet weet wat Pokémon Center is. Pokémon Center kan je je Pokémon healen. En als je geheeld zijn, hoor je jullie. Dan krijg je je Pokémon terug. En dan ja, kun je er eigenlijk weer tegenaan. Nou mensen, ik zit op mijn 6 minuten. Wat ik eigenlijk altijd wilde hebben als... Als maximale, de volgende episode mogen al mijn Pokémon, mijn Nalight moet op 12 blijven. De andere mag ik van mij op level, 8 levelen. Dus Nalight mag 12 blijven, de rest op level 8. Nou mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze episode. Ik dank jullie wel voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer. Tot ziens, dankjewel en de groeten. En blijf Pokémon loven!